ben Nienke Nijman en ik ben relatiecoach voor Lexa. In deze video wil ik het graag hebben over de verschillende intenties die singles nu kunnen hebben als ze contact zoeken via het online daten. Want hoe kan je nou weten of je iemand kan vertrouwen en of iemand echt interesse in je heeft? Zowel in het online daten als wel in het gewone daten heb je helaas geen garanties. Überhaupt kent de liefde geen garanties. Maar in de huidige situatie zou het wel heel vervelend zijn als jij oprecht het interesse hebt in iemand als een partner, terwijl de ander vooral geïnteresseerd is in het sociale contact, nu dat dat zo schaars is en we zo verlangen naar contact met de ander. Als jij wil weten of je gewoon als afleiding dient of als een waardevol sociaal contact, of dat er oprecht interesse is vanuit de ander, kan je dit het beste gewoon vragen. Er is een grote kans dat je het al wat kan aanvoelen als jullie interesses niet overeenkomen. Maar als je twijfelt, vraag het gewoon. Dat is het makkelijkste manier om je eigen onzekerheid hierin te verminderen. Mocht het nu zo zijn dat de ander of jijzelf vooral op zoek is naar afleiding of naar een fijn sociaal contact om de tijd mee door te brengen, dan mag dat ook. Zolang jullie intenties hierin maar overeenkomen, want anders is het niet eerlijk naar de ander. Dat je vooral nu op zoek bent naar de afleiding of fijne sociale contacten, zou er ook toe kunnen leiden dat je juist ontvankelijker bent voor het contact met een ander, op een andere manier dan wanneer je op zoek bent naar de ware liefde. Het zou je zelfs kunnen gebeuren dat je merkt dat het contact zo fijn is, dat je uiteindelijk wel besluit om elkaar te ontmoeten wanneer er weer gelegenheid voor is. Ze zeggen wel eens dat je de liefde vindt juist wanneer je niet op zoek bent. Want iedereen die via Lexa date, is aanvankelijk natuurlijk op zoek naar de liefde. Dus de ander is wel beschikbaar. En in de basis van de relatie heb je dan ook al geïnvesteerd. Dus wellicht is het voor jou wel de perfecte manier om uiteindelijk wel de liefde te vinden. Juist door in eerste instantie wat minder hard te zoeken. Iemand kunnen vertrouwen doe je op basis van je eigen gevoel. En vertrouwen gaat erom dat je het kan verdragen dat je niet alles zeker weet. Want als je alles al zeker weet, is er immers niks meer om op te vertrouwen. Als je iemand niet of nauwelijks kent, is het lastig om in te kunnen schatten of je iemand kan vertrouwen. Jouw eigen gevoel zal hierin leidend zijn. Maar door iemand bij voorbaat al te wantrouwen, geef je de ander ook geen kans om te groeien in het vertrouwen. Dus gun jezelf en de ander het voordeel van de twijfel en vertrouw elkaar met de beste intenties voor elkaar. Anders zou je ook niet bij Lexa zitten. En ja, het kan altijd zo zijn dat er misbruik wordt gemaakt van je vertrouwen. Maar ook daarin heb je helaas nooit garanties.